Welkom bij Help Mijn Mans Klusser. Leuk wat we found. Het feest kan beginnen. Let's go. Volgende keer, ik hou niet van dat soort thema's. Nou schat, zoals je rood. De broers zijn weer samen verenigd. Only for the drivers, we recommend not to drink more than 6 liters. Okay. Zo, ik sta voor ons huis hoor. Met de sleutels. En nu moet ik heel hard huilen, want ik denk, oh my god, hoe gaat dit ooit goed komen? Het is wat het is. Ik stond dus bij dat huis en... Want wie belde me? Heb je dit gevraagd? Heb je dat gevraagd? Heb je zus gevraagd? Meteen weer door. Heel dubbel gevoel. Ik heb er heel veel zin in. Maar deze plek is ook magisch. Nou, welkom bij een nieuwe vlog. We staan voor ons nieuwe huis. De deur is open. We gaan even een rondje kijken met de kinderen. Want eigenlijk hebben we die nog nooit binnengekeken. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat toen ik het bot deed, heb ik ook heel snel zo gekeken. Omdat eigenlijk het idee was om alleen de buitenmuren te laten staan. Dat is nog steeds het idee. Dus op zich wat binnenin is niet zo heel interessant. Maar we gaan nu even kijken, want in Spanje is het normaal dat je dus een huis koopt met de huisraad, met de furniture, meubels en dat soort dingen. Dus we gaan nu heel even kijken wat er allemaal staat. Ramfie die denkt, oh, dat is toch alleen maar oude meuk. Maar goed, we gaan toch even kijken wat er staat, want misschien kunnen we nog iets gebruiken. Kan ik er nog wat mee maken, wat van maken en ja, je weet het nooit. Dus kom binnen. Nou, we zijn het hele huis aan het verkennen en de kinderen die hebben dus iets gevonden. Let op. Look what we found! Show me the money! Money! Wait, what do we need to... Er ligt een miljoen in de kluis. Dat zou toch een grap zijn, hè? Oké, vind de sleutel dan. Oké, let's find the key! Let's find the key! Yeah! Alle meubels blijven in principe staan, hè? Ja, echt niet. Wat vind je van deze bank? Nee joh, kappen. Nee, zeker niet. Wat vind je van dit dan? Kijk. Dit is echt een bonkstuk van het huis. Oh, alsjeblieft. Ik kan echt niet geloven. Dit er gewoon achter zit. Ik weet niet zeker of die mevrouw het. Ja, maar die gaat eruit, schat. Weet je waarom? Want nu weet de hele wereld waar die zit. En dan komen ze inbreken, dus die gaat eruit. Nou, het is best wel raar om hier te staan. Zeker ook omdat het is gewoon voor ons te klein. En het is heel moeilijk voor te stellen dat daar nog een dubbele laag op komt. Al die muren, de binnenmuren worden natuurlijk ook verwijderd. Dus, het is heel moeilijk voor te stellen dat hier iets moois van gemaakt wordt. Ja, echt. Dat je zoiets hebt van waarom hebben we dit gekocht en dat komt niet goed. Maar het gaat zeker goed komen. Dus, ja. Nou. Kom, we gaan die kids in de dansen. Ja, precies. Oké. Okay, so there are 3 people left in the game. I didn't! They no, don't! No, well, person I touched, no. I don't know. Oké, kan ik hem dichttrekken? Ja hoor. No, but it's Vivi. It's Vivi. Vote Vivi. Ja, it's Vivi. Yeah. Why? No, but actually, it's not fair. We needed to start playing. Oké, one more time. Nou, het feest kan beginnen. Let's go. Hebben jullie een vraagje? Hallo. Vanuit ons nederig stulpje. Ik heb net hier een privé-sessie mogen geven. Hier bij mij thuis met een hele lieve meid. Is een van onze volgers. Ze volgen ons al best wel een lange tijd. En hebben nu ook de stap genomen om te verhuizen. Dus ik heb al best wel wat sessies met haar gedaan, privé sessies. En ik heb mooie veranderingen mogen zien en dat is super mooi. Dus degene die kijkt weet wie het is. Dankjewel weer voor je vertrouwen. En tot snel zou ik zeggen. Dat is wel een mooie sessie. Ik ben nog een beetje zo aan het zweven. Billy die was er ook bij. Want ze vond het niet erg. Meestal doe ik Billy natuurlijk wel weg, maar die was helemaal blij. Nou, moet je kijken hoe ze nu is. En doen. Niet doen. Niet kapot maken. Net was ze helemaal tranquilo tijdens de sessie en nu is ze weer in de sloopbui. Anyways. Ik ga eventjes klaarmaken, want we gaan de kinderen zo halen. En dan
gaan we alweer de volgende ronde in van dansen. Wat gaan we allemaal doen? Koken en weer een beetje de normale dingetjes die door de week er hier zijn. En dan is het alweer tijd om te gaan afronden deze dag. Dus, nou, dat wilde ik even delen. Later. Een hele goede avond. Het is inmiddels 6:55 en wij gaan wat leuks doen. Want... We gaan op stap. We gaan op stap. We gaan druiven stampen. Wat we vorig jaar ook hebben gedaan. Dat hebben jullie, mensen die ons al langer volgen, waarschijnlijk ook gezien in onze vlog toen. We gaan weer naar hetzelfde plekje toe. In de Galonvallei. Bij een hele leuke wijnmaker. Wijnfarm. Waar je dus zelf... druiven gaat stampen, de wijn gaat drinken die we vorig jaar gemaakt hebben. Eten, drinken, hoe heet dat? Castagnettes optreden. Castagnettes, ja, en dansen, zingen. Ja. Supermooi Spaanse avond, echt geweldig. En we moesten in het rood. Nou, ik heb geen rood, dit is echt het enige wat nou, we moesten. Ewald, als je kijkt. We moesten in het rood van Ewald. Volgende keer, ik hou niet van dat soort thema's, ja? Voor jou doe ik het. Ik heb een rode detail, maar ik ben gewoon mezelf. Dus, dit is zo'n detail. Precies. Maar goed, dus wij nemen jullie daar mee. Het is echt superleuk, superleuk. En ja, let's go. Oh, wie nemen we mee? Maartje? Ja. We gaan met Ewald en Belinda, die kennen ze ook. Ja. Kees en Co. En verder, ik ken niet. Mooi. Ik ken ze niet. Yes. Vamos. Let's go, kom. Nou, schat, was je rood? Je bent het enige niet in rood. Nou, dit is mijn crew hierachter en ik ben altijd een beetje recalcitrant. Ik hou niet zo van thema's, dus ik heb wel iets roods hier. En dat is voor mij goed genoeg. Ja, jij bent er wat meer gedreven. Nou, ja, wij zijn ze. Saluti a tutti. Kale koppies. De broers zijn weer samen verenigd. Cheers. Cheers. Wat gaan we doen vanavond? Mijn stampen. Mijn stampen. Wie is de Bob? Okay, first, I want to thank you all
to participate with us. This is the 51st Vindimia. We've been making wine here 51 years, okay? We made a lot of wine, and as I don't know if you know, but we need to make room. So drink up, because you don't have much time. You can drink as much as you want, no headache, no hangover, guaranteed. Only for the drivers, we recommend not to drink more than 6 liters. Okay? So enjoy yourself, huh? Salutare. Toilet, maar ik durf niet alleen, want ik vind het een beetje spannend. Moet je kijken. Er is geen licht. Ik kom eens kijken achter die deur, schat. Als je die deur open doet, kijk wat erachter zit. Dat vind ik gewoon eng. Dat is freaky, of niet? Wat is freaky? Nou, zo'n stoeltje, er zit gewoon iemand op. Zie je dat niet? Een geest, ja. Nee. Kom maar, ik wacht wel even, schat. Ja, kan je hier blijven? Dat je mee bent gegaan. Oh, kijk die sterren, lief. Wauw. Zie je toch niet in Nederland zo'n sterrenhemel? Dat is een kleine beer, lief. Zie je hem? Ik heb een grote beer voor je, m'n... Lief. Even serieus, wat zeg jij? Nou... Ik ben een beetje moe. Een hele goede avond. Een beetje slaapdronken ben ik. Nou, niet dronken, maar... Slaapdronken. Ja, ik heb het gevoel ook. Zoals jullie hebben kunnen zien is het heel erg gezellig. Buikje vol. Ik heb maar 1 wijntje gedronken. Even 3. Niet waar. Hoeveel ook dan? 1. Ook 1. Ja. Okay. Maar we zijn echt gewoon kapot. Gewoon eigenlijk vanaf... Eigenlijk de hele week al. Sinds dat de kinderen op school zitten. Gewoon weer, ondanks dat die routine erin zit. Gewoon 7 uur opstaan. Dan gaan de kinderen uiteindelijk s'avonds om 8:30 slapen. Nou, als ze geluk hebben. Als ze geluk hebben, inderdaad. En dan willen we het liefst ook nog slapen, maar dan moeten we nog van alles doen, van alles opruimen. En dan lig je pas om 10:30 of om 11:00 in bed. Ja. Maar goed. Zijn we gewend te houden? Dat zijn we, ben jij niet meer gewend. Maar goed, het is wel heel gezellig. Oh, volgens mij gaan ze beginnen. Volgens mij gaan ze beginnen. Ik ga terug voor het toetje. Kom. Kom maar. Toetje. Onderweg naar de notaris om de sleutel op te halen. En ik ben een kwartier te laat. Maar er ging van alles mis. De camera doet ook niet, dus ik moet even mijn telefoon filmen. Ramfie is natuurlijk niet bij, het gaat sowieso allemaal weer mis. Nee, grapje. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik heb alle documenten bij me, alle spullen bij me. Ik was nog iets vergeten thuis, dus ik moet weer terugrijden. Maar nou goed, we zijn er. En het Spaans kwartiertje, laat maar zeggen.
We gaan het zien of ze niet boos meer zijn. Wish me luck. Zo, ik ben klaar bij de notaris. Inmiddels heb ik de camera weer bij me. Dus gelukkig weer gewoon de vlogcamera mee. En ik heb net alles geregeld bij de notaris. Ik heb alles getekend. Ja, dat is wel heel grappig hoe dat dan gaat hoor, bij de notaris. Dan, het is zo anders als in Nederland. Want nou ja, er zat nog een hypotheek op het huis, dat die hypotheek moet doorgehaald worden. En wij krijgen natuurlijk een nieuwe hypotheek erop. Dus sowieso waren er twee banken erbij. Hun bank, waarvan de hypotheek op stond, en mijn bank was erbij. Iemand van de bank. En die komen dan, die mensen van die bank, die, waar de hypotheek op staat, nog van de vorige eigenaren, laat maar zeggen. Die komt dan echt zo binnen en die komt dan een cheque halen. Dus die krijgt een cheque van, nou dat is voor jou, dat is voor jou. En ja, het is echt heel apart. En dus de eigenaar kreeg een cheque met wat er overbleef van de verkoopprijs. En het wordt allemaal natuurlijk getekend en gedaan. En het wordt allemaal wel heel, het is gewoon allemaal netjes. Maar het is wel heel omslachtig, laat maar zeggen. Maar goed, weet je, alles is geregeld. Het enige wat ik nu bedenk en wat ik heel gek vind... En dat bedacht ik me helemaal niet toen ik daar zat. Want toen ik daar zat, ja, het was allemaal Spaans, allemaal om me heen. Iedereen was een beetje soort van druk bezig. En een beetje soort van, niet in paniek, maar er gebeurde van alles. Dat alles moest snel gedaan worden. Geld geteld ook nog tussendoor. Want ik had ook nog een stukje cash betaald. Ja, dat kan hier allemaal. Maar goed, wat wilde ik nou zeggen? Ja, dus ik zat daar. Dus ik loop nu weg. Ik heb de sleutel. De sleutels. Maar ik rijd nu weg en ik bedenk me van, hé, dat is eigenlijk wel heel raar. Want in Nederland, als je een huis verkoopt, ga je eerst naar het huis toe om een inspectie te doen met de makelaar en eventuele aankoopmakelaar. Om een inspectie te doen. En als die goed is, dan ga je naar de notaris om het te tekenen en dan krijg je de sleutel. Maar hier is het dus gewoon notaris tekenen, hier in de sleutels. En nu maar hopen dat het huis erbij staat zoals we het gekocht hebben. Dat is heel apart, toch? Ja, en hier is het sowieso ook zo dat je een huis koopt met de, dat is heel normaal, met de, alles wat erin staat. Dus alle meubelen en dergelijke. Dat zit allemaal bij de prijs inbegrepen. Maar ik heb gezegd dat ik hem leeg opgeleverd wil hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. Dus ik ben nu onderweg naar, naar het huis. En daarna moet ik nog even naar de bank rijden om nog wat dingen te tekenen voor verzekeringen en zo. Maar ja, het voelt wel gek. Want ik ben natuurlijk nu alleen, Raffi is er niet. Dus ik ga hem straks wel even bellen als ik voor het huis sta. En dan, onze aannemer is morgen weer terug van vakantie. Dus dan gaan we morgen kijken bij het huis. Hoe die erbij staat. En dan zien we het alweer. Maar goed, ik neem jullie allemaal mee in deze mooie gebeurtenis. Mijlpaal in ons leven weer. En ik ben heel benieuwd. Want het voelt wel heel gek om een huis te kopen. De sleutel ervan te hebben. Maar te weten dat er eigenlijk vrij weinig tot niets van het huis blijft staan. Nou ja, we gaan het zien. Zo, ik sta voor ons huis hoor. Met de sleutels. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig om naar binnen te gaan. Sowieso heel raar om nu zo alleen hier naar binnen te gaan. Maar ja, ik heb hier ook alleen gestaan en de bot gedaan. Terwijl Ramfi er niet niks van wist en in het buitenland zat. Dus we trekken de lijn nog even door. Maar ik voel echt een beetje, een beetje zenuwachtig. Echt heel raar. Heel gek. Maar goed, we gaan, ik ga de deur openmaken. Het enige van waarde wat hier staat zijn deze mooie olijfbomen. Daar ben ik wel echt blij mee. Maar voor de rest is het echt helemaal niks. Als in de tuin. Er zit niks in. Nou jongens, daar gaan we. Casa Bieto wordt Casa Fermin. Nu de deur al niet open. Nou jongens, wacht even hoor. Ik moest even met twee handen doen. Gaat lekker dit. Nou, we zijn er hoor. Het is super donker. Ze hebben in ieder geval die lelijke bank meegenomen. Dit staat er nog wel, had ik niet gevraagd, maar oké.
mooie schilderijen, schat. Kijk eens wat hebben we. Nou, dit vind ik ook wel lief dat ze wat hebben laten staan. De boeken staan dus ook nog. Het mooie lampje hangt er ook nog. Mijn god. Ze hebben ook nog even geverfd volgens mij. Oh my god. Kijk die wc. Serieus, zo laat je een huis toch niet achter? Kerstversiering. Kerstboom. Ja. Nou ja, het is heel gek om hier te zijn, maar het is ook echt... Nou ja, het wordt hartstikke mooi. Laten we het zo houden. Het wordt hartstikke mooi en alles wat hier staat gaat verder weg. Ik ben er een beetje stil van. Want de laatste keer dat we een huis kochten was in Maastricht. En toen liepen we binnen en toen moest ik heel hard huilen. Omdat ik dacht, oh wauw, dit huis is gewoon van ons. En nu moet ik heel hard huilen, omdat ik denk, oh my god, hoe gaat dit ooit goed komen? Maar het komt vast goed. Nou, ik ga eens even naar de bank. Ze hebben in ieder geval wel ongeveer gedaan wat we hebben gevraagd. Al had ik nog wel een aantal andere dingen gevraagd om niet mee te nemen. Of om wel mee te nemen. Maar ja, laten we daar maar niet moeilijk over doen, hè. Ik ga ook even bellen. Nou, ik heb te pakken hoor, de baas. Ik kan niet hallo. Ik vanuit Nederland. Ja, jij ligt gewoon lekker in je bedje. Hij ligt gewoon lekker te chillen. En ik heb hier de sleutel ontvangst genomen, handtekening gezet en alles. Gefeliciteerd, lief. Jij ook, liefje. Wanneer kunnen we beginnen? Nou, Björn komt morgen, dus ik ben benieuwd. Oké, spannend. Heel goed. Wil je het huis zien? Ja, ik heb hem al gezien. Nee, maar het is... maar. Nee, je hoeft het niet te zien. Het is helemaal donker en alles is eruit en het stinkt. Het enige wat ze hebben laten staan is een bed. Maar goed, dat flikkeren we er wel uit. Maar dat was toch niet de afspraak? Nee, dat was niet de afspraak inderdaad. Nee, ja, ik heb toch sowieso even met die man. Met, hoe heet die? Met Geime. Wat ga je zeggen dan? Ja, gewoon van dat niet de afspraak was. Dus alleen de tafel staat er wel, toch? Ja, de tafel en de stoelen. En het lelijke kastje. Ja, hebben maar dan, want dat bed staat er nog en dat wilden we niet. Oké. Goed. Het is één bed, toch? Of niet? Mhm. Oké. Ja. Komt goed. Ik heb hem. Doei. Doei. Nou jongens, ik ga naar de bank. Ranfie is blij. Maar die moet natuurlijk weer altijd wat te zeiken hebben. Ik denk van, nou, laat maar, joh, gooi dat bed er wel uit of we laten het gratis ophalen door iemand of whatever. Maar hij wil het niet, dus nou ja. Ik ga eventjes, oh, het is wel echt een mooi uitzicht hier. Wacht, kijk, die bergen daar. Ja, ja, als de tuin hier klaar is, wordt het wel wat. Ik ga even mijn, hoe heet het, olijfbomen water geven, want die zien er heel dorstig uit. Ik zit nu dus jankend in de auto. Ik dacht, ja, laat ik dat ook maar meenemen in ons proces. Want weet je, het is wat het is. Ik stond dus bij dat huis en Rampie belde me. Heb je dit gevraagd? Heb je dat gevraagd? Heb je zus gevraagd? Meteen weer door. Waarom staat het bed er nog? En ik dacht echt bij mezelf, het is echt een beetje te veel. Allemaal heel overweldigend. En toen ging ik bij de bomen staan. Ik ging ze water geven. En ik ging ze, ja, dat klinkt weer heel spiriderisch, sorry jongens. Maar ik ging ze vasthouden en alles begon te stromen. En ik moest gewoon echt even stilstaan bij het moment van... Wow, we hebben gewoon dit huis gekocht. Ook al is het nog niet zoals wij willen. We hebben wel gewoon dit huis. We gaan hier wonen. Daar moest ik echt even bij stilstaan. We zijn alleen maar bezig geweest de laatste dagen. Of de laatste weken of maanden zelfs. Met, oké, nu, de volgende stap. Oké, we hebben nu het huis, de volgende stap, verbouwen. Dus ik moest even bij die boom stilstaan. De bank belde ondertussen, waar blijf je? Dus ik zit nu in de auto even mijn tranen weg te vegen voor de bank. Want ik moet daar ook nog allemaal dingen regelen. Maar, ja... Dit hoort er ook bij, jongens. Dus, het moest er gewoon even uit. Het zijn tranen van geluk, hoor. Maar, ja. Ik ga nu naar de bank. Dat wilde ik even met jullie meenemen. Ik hoop dat ze het niet al te erg zien. Maar ja, jammer dan. Het is ook een mooie gebeurtenis, toch? Nou, dank voor al jullie steun. Dank jullie wel. Zo, ik ben inmiddels weer
weer thuis, lig ik hier met mijn vriendin, Willy. En ik dacht, oh, bij de notaris gaat het allemaal vlot, gaat allemaal snel. Ik was binnen een half uurtje stond ik buiten. En toen ging ik dus naar het huis. Nou, dat heb je gezien, mijn mental breakdown. Nee, het viel wel mee. En toen nog even naar de bank. En toen uiteindelijk was ik om 2 uur of zo pas weer thuis, zoiets. Ja, 2 uur. Ik dacht, oh, dan heb ik nog een uurtje voordat ik de kinderen kan ophalen. Maar dat gaat dan zo snel, dat is niet normaal. Dus ik dacht, oh, ik moet heel even gaan zitten hier op het dakterras. Voordat ik weer van alles ga doen. Even rustig, even wat eten. Ik had nog niks gegeten. En even genieten van het feit dat, dat we een nieuw huis hebben over een paar maanden. En dat ik hier dan zo zit en dan denk ik, oh, dat ga ik ook wel missen hoor. Het uitzicht hier op zee. En alles wat we hier in de buurt hebben. Dus het is een heel dubbel gevoel. Ik heb er heel veel zin in. Maar deze plek is ook magisch. En die ga ik ook echt missen. Kijk nou. De zee achter me. Ja, het is gewoon super mooi. Maar ja, je kan niet alles hebben. Zo, goedemorgen. Net wakker, net uit bed. De kinderen zijn net naar school. En ik werd vanochtend wakker en het regende gewoon. Dus ik zeg tegen de kinderen, jongens, het regent. En zij, hè? Het is helemaal in paniek eigenlijk. Want het regent hier natuurlijk vrij weinig. Van, oh, ik moet mijn regenjas vinden. En waar is een lange broek? En dus voor het eerst dat ze nu met een lange broek naar school gaan. En goed, gisteren was natuurlijk een hele mooie dag met de sleutel en alle emoties die erbij kwamen. Dus ik heb vannacht ook echt wel een beetje wakker gelegen van alles. Als in dingen die in mijn hoofd waren, plannen, nou ja, van alles. Dus een beetje kleine oogjes nu, maar goed, maakt niet uit. Ik wil in ieder geval deze vlog gaan afsluiten. Ranvi die zit nog in Nederland. Dus ik sluit hem even vandaag alleen af. Ik hoop dat hij snel weer terugkomt naar huis wanneer hij zijn rooster heeft. Want dat weet ik natuurlijk niet als hij reservedienst heeft. Maar goed, we wachten het af. En jullie in ieder geval heel hartelijk bedankt weer voor het kijken. Voor al jullie leuke reacties. Voor altijd meeleven met ons proces. En nu kan het nieuwe avontuur beginnen. Een nieuwe proces van verbouwing. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar we nemen jullie daar zeker in mee. Dus heel fijn weekend en tot snel.